De parfums van het Suikerspinbos, deel 1. Wat een heerlijke parfum. Ik zou de baby's al willen ontmoeten die het hebben gemaakt. Het spijt me, Lulu, maar er is nog maar één druppel over. Ik denk dat er iets ergs is gebeurd, want die schreeuw klonk heel erg mis. Lulu heeft de laatste druppel gestolen van mijn parfum. Heb niet zoveel verdriet, want geloof me, zo erg is het niet. Oké, dat was misschien wel een beetje overdreven, maar het ruikt ook zo goed. Nou, dan bestel je het toch weer online. En dan wordt het meteen bij je thuis bezorgd. Ja, dat heb ik al gedaan. Het kan ieder moment hier zijn. Oh, daar is het. Dat moet mijn parfum zijn. En de mijne. En de mijne. En de mijne? Oh, hey, waar is mijn bestelling? Mijn parfum zit er niet bij. Oh, mijn parfum. Ze zijn de mijne vergeten. Als je wil weten waar dit probleem is ontstaan, zou je naar het Suikerspinbos moeten gaan. Maar dat is veel te ver weg. Zeg je het Suikerspinbos? Weet jullie waar dat is? Breng me. Oh, au. Oké. Ik zal je brengen naar het Suikerspinbos. Maar trek je beste wandelschoenen aan, want het wordt een hele lange reis. Geregeld. Kijk, we zijn er. Het ruikt zo lekker. Het is echt prachtig hier. De bomen, de bloemen, alles ruikt echt zo heerlijk. We hebben bezoek. Wie ben jij? Ik ben Ava. Ben jij voor ons hier gekomen? Woon jij hier? Waar kom je vandaan? En maak jij de parfums? Waar zijn die antennes voor? Oké. Ava, dit zijn Lady en Lulu. Ik ben Dreamy en dit is Rim. Wat leuk om je te ontmoeten. Ik ben dol op je parfums. Het is hier echt geweldig. Het Suikerspinbos is een hele prachtige plek. Wat leuk dat jullie zijn gekomen. Ik stel de rest voor. Zij zullen vast ook blij zijn. We hebben bezoek! Lady en Dreamy, samen met Lulu en Rim. Hoi, ik ben Mina. Leuk je te ontmoeten. Wat een prachtig huis. En die plantenkast is geweldig. En het ruikt hier overal zo lekker. Ja, je ziet wel dat ze dol is op parfums. En hoe maken jullie de parfums? En mijn parfum? Oh, dat is simpel. Als je... Help! Aan de kant! Ah! Oh, het is altijd hetzelfde. Ze gaat tegen je aan botsen. Dit is niet de eerste keer. Rose, gaat het wel met je? Ja, het gaat wel. Alles is nog heel. Geen zorgen, Rose. Oeps, ach ja, ik ben niet te stoppen. Flower Magic Tears! Wauw! Rose is onze parfum-expert. Kijk, zo worden de parfums hier dus gemaakt. Let me tell you what we're gonna do. We'll create a new perfume for you. There are so many smells to discover under the sun. Creating perfumes is so much fun. Wilde roos met een klein vleugje katoenen regenboog. En jasmijn met vanille extract. Wauw! De geur die door de bloemen wordt gemaakt, is het grootste gedeelte van de parfums. Je hoeft maar één druppel te gebruiken en je ruikt het voor altijd. Daarom moet je weten hoe je het moet mengen. Kijk maar. We maken dit keer een wilde lentebloemenparfum. Dit is genoeg voor meerdere flesjes. Oké, ik zal je helpen. Lulu! Sorry hoor, maar al onze parfum thuis is op. Mijn bestelling is nooit aangekomen. Dat is Sophia haar schuld. En vandaag heeft ze niet zo goed humeur. Alles gaat mis. Oh, echt alles. Sophia, we hebben bezoek. Hoi, sorry voor de rommel hier. Het is niet altijd zo hoor. Meestal is het altijd heel netjes. Maar ik heb de parfumbestellijst door de war gehaald met de speciale cadeautjeslijst. Oh. Dit is me nog nooit eerder gebeurd. En het zijn zoveel bestellingen. Ik weet zeker dat we dit kunnen oplossen. Natuurlijk, ik heb een goed idee. Samen gaat het ons wel lukken. Word vervolgd.
things. Grab his magic tears. And be a funny thing. Hop en laag is de verhalen. Grab baby's happy flowers. In de vorige aflevering zou de baby's al willen ontmoeten die het hebben gemaakt. Nee. Ging Lady naar het suikerspinbos en ging daar op zoek naar haar verdwenen parfum. Maar al onze parfum thuis is op. Daar ontmoet ze Sophia, een vrolijke bloem met een klein organisatieprobleem. En dat zijn zoveel bestellingen. Samen gaat het ons wel lukken. De parfums van het suikerspinbos, deel 2. Dus hoe zorgen we ervoor dat iedereen zijn bestelling krijgt? Door gewoon de taken te verdelen. De taken verdelen? Ja, we krijgen allemaal een opdracht, want op die manier gaat het veel sneller. Yay! Bedankt dat jullie me helpen. Maar dan wil ik wel een rondleiding door het suikerspinbos. Komt voor elkaar. We moeten eerst zorgen dat elke baby de juiste parfum krijgt en dan de stickers erop plakken. Ik controleer de bestellijst. Dan reik ik welke parfum het is. En dan plak ik de stickers op de flesjes. En dan zijn we heel snel klaar. Ja! Lady, Dreamy, zijn jullie klaar? De eerste is voor Angie. Sterre sinaasappelparfum. Paarse lavendel. Roze wolken. Sterre sinaasappel. Klaar! Volgende! We doen gewoon maar dat wat moet. En dan komt alles vast weer goed. Tina, zij wil ruimtjesparfum. Rijn, Rijn, het ruikt zo fijn. Oké, daar komt ie. Parfum voor Tina. Voor Tina? Ik plak de sticker. Wat cool. We zijn al bijna klaar voor de rondleiding door het bos. Op deze manier gaan we supersnel. Voor Dottie een zoete aardbeienparfum. Oh, wacht, nee. Of was dat voor Ella? Nee, tropische madeliefjes. Ja, dat was het, geloof ik. Madeliefjes parfum voor Ella. Ella? Niet voor Ella, voor Dottie. Dottie of Ella. Sterrenhemel madeliefjes voor Ella. Ik ben zo duizelig. Oh, alles ruikt hetzelfde. Lady? Narvi? Fancy? Daisy? Wist je dat de favoriete ijsmaak van Elle banaan is? Maar dat durf je niet aan Nana te vertellen. Zei je nou Nana? Nana of Lala? Ik weet het niet meer. Vast Nana. De laatste. Yay! Wat zeg je? Moet ik al deze flesjes bezorgen? Ja. En vind je niet dat we het netjes hebben gedaan? ja, dat hebben jullie heel netjes gedaan. Oké dan, daar ga ik. Zullen we anders even duwen? Nee. Mooi, nu kunnen we dus aan de rondleiding door het bos beginnen. Huh? Nee. Alle bestellingen zijn verkeerd. En alle stickers zijn verkeerd geplakt. Alle baby's hebben de verkeerde parfum gekregen. En ik ben echt totaal uitgeput. Het spijt ons heel erg. We wilden het zo snel doen dat het daardoor mis is gegaan. Ja, ik kon gewoon niet wachten om het suikerspinbos te zien. Het is zo'n speciale plek en jullie zijn zo cool. We hebben dus niet goed opgelet. Dat zal niet meer gebeuren. Vergeven jullie ons? Natuurlijk, we zijn vrienden. Flower Magic Tears! Wauw! Deze keer zullen we geen fouten maken. Aan de slag! Met zoveel bestellingen moeten we ons hoofd er wel goed bijhouden. En de laatste. Wij brengen ze wel weg. Jullie mogen uitrusten. Lulu en Rim brengen jullie naar het strand. Een pakketje voor Angie. Pakketje voor Ella. Ik ben hier. En eentje voor Koni. En we zijn er weer. We hebben alle bestellingen op tijd bezorgd. En alles ging perfect. Oh, dank jullie wel, baby's. Als jullie weer zoveel bestellingen hebben, weten jullie wat je moet doen. Gewoon opspellen. Ja! Samen zijn we een perfect team. Eindelijk heb ik tijd om mijn nieuwe parfum eens te ruiken. Huh? Waar is die? Huh? Lulu!
Ik krijg je heus wel. Waar is het koekje? Je hebt het goed! Wat ben je toch een slimme hond? Slaap, zeeltje, slaap. Daar buiten loopt de schaap. Vandaag is de tijd voor je prik. We willen geen vlooien, of wel soms? Spot, kom terug! Spot, het doet geen pijn. Ik krijg nog een koekje. Huh? Wacht eens even. Wat doet dit takje nou weer hier? Dat is niet goed voor de bloem, dus dan zal de parfum ook niet goed worden. Probleem opgelost. Wat was dat? Oh, het is een klein hondje. Dat is een grote bult. Wij zullen je verzorgen. We houden hem. Hoe zullen we je noemen? Even denken. Kiwi? Pitty? Mimi? Ik weet het. Bultje. Spot! Spot! Geen zorgen, Dottie. Hij komt echt wel weer terug. Wat is het probleem? We moeten Dottie toch helpen? Hé, hey, zijn dat kruimels van Spot zijn koekje? Kijk, de kruimels leiden ons naar het suikerspinbos. Oh nee, arme Spot. Hij is vast heel erg bang. Ik vind het heel gezellig met je bultje. Hoi, daar ben ik weer. Dat is Rose. Ze heeft vast weer wat lekkere parfums meegebracht. Kom mee. Oef, het is hier zo heet op Tutti Frutti Island. Weten jullie twee ook wat ik denk? Cry smoothies! Maar we moeten eerst op zoek naar Spot. Ugh, dan zoek ik wel verder zonder jullie. Spot! Spot! Waar zit je nou toch? Ah, dus jij bent Bultje. Ik heb hier nog wel iets voor jou. Deze. Het heeft gouden stralen, want je bent net als de zon. Precies, ja. En liefdesbloemen, omdat je lief en schattig bent. En zoete dromen. Ongelooflijk, je kent alle bloemen. Je zou me perfect kunnen helpen met het maken van de parfums. Goed gedaan, Bultje. Je hebt een hele goede neus. Met jou maken we miljoenen parfums. Huh? Spot? Snel, hou koning en Broenie. Spot is hier. Spot! Spot! Hij ziet er zo goed uit. Je bent zo schattig, Bultje. Wie is die baby? En hey, wat heeft ze met Spot gedaan? En waarom noemt ze hem Bultje? Hoi, sorry. Ik denk dat jullie in de war zijn. Ik ben Dottie en dit is mijn hond en zijn naam is Spot. Kom hier, Spot. Kom maar mee. We gaan weer naar huis. Hoi, ik ben Mila en deze hond heet niet Spot. Hij heet Bultje. Hij liep duizelig en alleen in het bos. En nu hoort hij bij ons. Maar waar hebben jullie het over? Zijn naam is Spot en hij gedraagt zich raar. Ik weet zeker dat er iets met hem gebeurd moet zijn. Kom op, Spot. Ik denk dat hij koorts heeft. Hij is naar hier gevlucht omdat ik hem zijn prik wilde geven. En dat vindt hij niet leuk. Nou, hij heeft het hier naar zijn zin. Hij kan er de hele dag aan bloemen ruiken. Ja, hij heeft een hele goede neus. En is een hele goede vriend, Mila. Mijn beste vriend. Je houdt heel veel van hem, of niet? Ja, en hij houdt ook van mij. Er moet iets met Spot gebeurd zijn. Met Bultje. Maar waarom noem je hem Bultje? Toen we hem daarnet vonden, had hij een bult. Oh, dat is het. Hij is vast weer iets geraakt en is zijn geheugen kwijt. Misschien als jullie iets doen wat jullie vroeger altijd deden, weet hij weer wie je bent. Kom op, Bultje. Speel met Dottie. Dottie is lief. Het koekje. Kom op, Spot. Waar is het koekje? Hey, niet weggaan. Ben je een beetje nerveus? Slaap, kindje, slaap. Daar buiten loopt de schaap. Kom op, Spot. Je herkent me toch wel? Ik hou echt zoveel van je. Aww. En ik heb je zo gemist, Spot. Wat is er? Natuurlijk, je krijgt nog een koekje. Je vindt ze heel lekker, hè, Spot? Bedankt dat jullie zo goed voor Spot hebben gezorgd. En vooral jij, Mila. We komen snel weer eens langs in het suikerspinbos om met jullie te komen spelen, oké? Okay? Tot ziens, Bultje. Hou je goed. Flower Magic Tears! Alsjeblieft, Dottie, wat parfum voor je vrienden. Oh, dankjewel, Mila. Ik bewaar ze in mijn koffer.
Oeh, hij zit zo vol. Er is niet genoeg ruimte. Dit kan eruit. Dit kan eruit. Dit. Wacht, Spot! Kijk, Koni, daar is Spot. Het rare effect van de parfum. Huh? Daar ben ik alweer, met de flesjes. Ik heb ze net gewassen, zodat de geur van de bloemen zo sterk mogelijk blijft. Ah! Ja. Je bent zo grappig, Ava. Vind je? Maar dan heb je dit nog niet gezien. Dat is super grappig. Flower Magic Tears! Wauw! Schiet op, bewaar de geur van de bloemen. Suikerspinaroma. Daar kan ik wel een hele speciale parfum mee maken. Hé, we organiseren een speciale markt voor de baby's. Ik ga alles klaarzetten. Dan help ik je wel met de parfumflesjes. Met mij zullen ze zich niet vervelen. Het ruikt zo lekker. Hoi, Rose. Wat ben je aan het doen? Jenna, nou, ik maak een heel speciaal parfum. Een speciaal parfum? Ja, ja, wacht maar. Ik help wel. Oh ja, wij ook. Oh, nee, nee, nee. Helpen jullie maar met de markt opzetten. Ik ben de enige die dit kan maken. Waar was ik? Oh ja. Een klein beetje meloengeur. En madeliefjeslag. Het ruikt zo goed. En oh... Tuurlijk! Een beetje aardbeien suikerspin. Deze parfum is heel speciaal, want het zorgt ervoor dat je overal beter in wordt. Oh, oh wauw, wat is dat mooi! Mila is echt superhandig! En Sophia is zo netjes! Oh, wow. En Ava, jij bent zo grappig! Hier is het dan, mijn nieuwe speciale parfum. Hij ruikt niet alleen heel lekker, je wordt ook overal beter in. Ik wil het ook! Ik wil het ook! Mag ik ook? Oeps, hij is op. Ik heb te weinig gemaakt. Geen zorgen, ik ga meer maken. Hé, voorzichtig, Rose. Wauw, wat een mooie marktkraam. Hoi, baby's. Rose maakt een speciale parfum zodat je overal beter in wordt. Maar het is op, dus gaat ze voor ons nog meer maken. Wat cool. Wij willen dat ook. Wat raar. Mila is ineens heel onhandig. Ik hou ervan dat het rommelig is. Ik weet niet wat hier aan de hand is, maar ik denk dat we beter kunnen gaan. Nee, 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 nee. Nee, niet weggaan. Kijk, Ava is super grappig. Ava, gaat het wel met je? Baby's, jullie moeten me helpen. Ik heb een fout gemaakt. Het lijkt erop dat de parfum me tegenovergestelde doet. Misschien ben ik toch niet meer zo goed als ik dacht. Nu snap ik het. Daarom gedragen Ava, Mila en Sophia zich zo raar. Rotzooi maken! Rotzooi maken! En hoe ga je dit dan oplossen? Ik heb echt geen idee. Wij zullen je helpen. Nee, 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 nee. Ik ben een parfum-expert. Ik bedenk heus wel iets. Rose? Oké, oké. Geen zorgen. Het is gewoon wetenschap. Maar. Het is zo simpel. Ha, ik noem het passiebloemen. Ah, het brandt, het brandt. Water. Oké, dat was de verkeerde. Ik bedoel, meloenbloemen. Oeps, dit is dan de goeie. Prinsessenparfum. Huh? Ja, een kikkerprinses. Maar het maken van een parfum is veel meer dan gewoon geuren mengen. Want elke baby heeft zijn eigen smaak. Maar ik heb gewoon echt geen inspiratie meer. Niet zeggen. Misschien zijn we niet zo goed als jij. En misschien kunnen we toch niet zo heel goed parfums maken. Maar we zullen echt nooit de vriend in de steek laten. Rose, met welke ingrediënten draaien we dit terug? Nou, gebruik een beetje lavendel, druiven en rozen. We missen denk ik nog iets, maar wat dan? Ah, ik weet het. De aardbeien suikerspinaroma. Hmm.
Hé, hey, kijk, ik ben weer de parfum-expert. Snel, we maken nog meer van Mila, Ava en Sophia. Ja! Ja! Dit is één grote ramp. Wat moeten we nou doen? Alles was voor niks. Geen zorgen, we hebben de oplossing gevonden. Hè? Wat is er gebeurd? Wat een rommel. Ik ga dit snel even oplossen. Hey. Je bent grappig. Baby's, kijk, deze parfums zijn voor jullie. Jullie zijn de beste vrienden die je maar kan hebben. Dank je, Rose. Hé, hey, kijk eens naar mij. Heeft bereikt? Wauw, wat zijn onze huizen cool! Geweldig! Kan ik dit eten? Oh nee, oh! Het frambozenmeer is bevroren! Het fruit ook! En mijn kruissmoothies ook! Alles is bevroren! Ik heb het zo koud! Zouden de Vindersies dit hebben gedaan met hun krachten? Ik ben er! Ongelooflijk! Alles is bevroren! En wat is het hier koud? Heb je ons huis al gezien? Ik hou van een bevroren Tutti Frutti eiland. Ja, maar het is wel heel koud. Geen zorgen, baby's. Ik heb bij Scarlett's winterpyjamas besteld voor jullie. Hé, hey, huh? Wie ben jij? Oh, maak je maar niet druk om mij. Maak je maar liever druk om dat. Huh? Wie is deze baby? En wat zou ze bedoelen met dat? De watervallen aan de snoepjesfabriek zijn ook bevroren. Tikkertje doen om warm te worden? Tutti Frutti Island is bevroren! Bevroren? Hoe is dat nou mogelijk? Hier is het ook al zo koud. Ah, ben jij er weer? Maar wie ben jij? Ik ben Shana en dit is mijn huisdier Shai. Shana weet alles en daarvoor heeft ze niet eens een glazen bol nodig, zoals Tina. Ik wist dat jullie last zouden hebben van deze kou. Dus ik heb voor jullie bij Scarlett ook winterpyjama's besteld. Yay! Oh nee, Kira. We hebben nog nooit zoveel bestellingen binnen gehad in zo'n korte tijd. En er blijven er maar meer bij komen. Nou, dan is het vast heel koud. Kira, geef me een warme fles. Vanavond wordt een lange nacht, want iedereen heeft een warme pyjama nodig. Psst, psst. Luister, ik moet jullie iets belangrijks vertellen. Ik weet al waar deze kou vandaan komt. Het is uit het gat van de fantasyboom. Dat is niet waar. Deze kou komt gewoon uit de vriezer. Niet waar? Weet je nog dat er een gat in de boom was ontstaan? Maar met de hulp van Stella en de speciale fopsbeen hebben we dat gat voor altijd gesloten. Of misschien toch niet? Shanna heeft gelijk. Tina zag een gat in de boom waardoor er kou naar buiten kon. Het is heel groot. Oh. Maar waarom komt er kou uit? Ik snap dat eigenlijk niet. Shanna? Shanna? Huh? Hij doet het niet. We moeten naar boven om hem te maken, maar... Ik kan bijna niet bewegen in deze kou. Hoi, daar ben ik weer. Huh? Jij weer? Maar wie ben jij? Sorry, maar ik had er net een beetje haast. Ik ben Shana en dit zijn jullie nieuwe pyjama's. Leuk je te ontmoeten, geef maar hier pyjama's! Wauw, nieuwe pyjama's. Zo blijven we warm. Dank je, Shana. Ja, hij doet het weer. Nu kunnen we weer kruidjes maken. Druiven, ananas, watermeloen en aardbei. De perfecte mix voor een kruidjuice. Maar het fruit is bevroren. Laat eens zien. Het is vast niet zo erg. Nee, dan kunnen we geen kruidjuice maken. Oh nee. Maar als we geen kruidjuice kunnen maken, dan moeten we de... Snoepjesfabriek sluiten. Nee, ik wil kruidjuice maken. En dan kunnen we deze aardbei van mijn tong gehad. Hier, probeer dit. De melk samen met het fruit smaakt echt net als een ijsje. Tutti Frutti ijsjes!
We gaan de lekkerste ijsjes maken van de wereld. Dank je, Shanna. Shanna? Huh? Waar is ze nu weer heen? De kou komt dus uit het gat van de fantasyboom. Dat is ons oude huis. Kom op, heb moed voor 10. Want daar zijn een aantal prinsen die we willen zien. Laten we gaan! Misschien moeten we wachten tot het wat minder koud is. Wij babysauriërs zijn deze kou wel gewend. Shanna! Ik ben terug en ik heb iets voor jullie. Deze is voor Koni, deze is voor Dreamy en deze is voor... Crystal! Het is zo warm! Het staat jullie prachtig. Dank je, Shanna. Shanna? Dus daar wonen ook baby's? Is het heel ver? Hoeveel werelden zijn daar? Dat zijn veel vragen. En de antwoorden, die vind je daar binnen. Wordt vervolgd. Van de fantasyboom. Dat is ons oude huis. Kom op, het moet voor 10. Laten we gaan! Een gat naar een andere wereld. Kom maar, het is hier geweldig. Maar is het koud daar? Ik kom eraan. Wow, het lijkt wel een spel. Mijn hart gaat supersnel. Tada! Kom op, baby's. Kom maar. Wow, wat een coole pyjama, Tina. Ja, maar ik kan hier helemaal niks zien. Maak je daar geen zorgen over. Volg mij maar. Het is zo donker. Het is zo koud. Zijn we er al bijna? Ik vind dino-soep heerlijk smaken. Ik denk dat de dino's dat nu maken. Kijk, we zijn er. Wauw. Wil dat zeggen dat hier die koude lucht vandaan komt? We moeten ons verlossen en dit probleem samen oplossen. Wauw. Waarom hebben jullie nooit over jullie wereld verteld, Tina en Dina? Wat een prachtige plek. En alles is bevroren. Ja, dat is hier altijd zo. Maar ik vraag me af waar mijn nichtje is. Nichtje! Oh. Nichtje Phoebe, kom vlug. Ik zie je eindelijk terug. Stella, je bent terug. En jij ook, Dina? Mm-hmm. Ja, we zijn een beetje bezorgd. De kou van Icy Wereld komt namelijk onze wereld binnen. Wij zijn ook bezorgd. Kijk maar rond. Alles is hier aan het smelten. Geen zorgen. We lossen het samen op. Ik ben Koni en dit zijn Dreamy, Shanna en Crystal. Wat leuk jullie te ontmoeten. Kom mee, dan stel ik jullie voor aan mijn vrienden. Oké, hij is eindelijk klaar. En hij is zo mooi geworden. Vind je ook niet, Nisu? Hey, Sauru, kijk, we hebben bezoek. Bezoek? Leuk jullie te zien. Neem haar niet kwalijk. Eigenlijk krijgen we nooit bezoek hier. En ze is heel verlegen. Kom mee, dan gaan we naar de rest. Tilo, we hebben bezoek. Bezoek? Hé, hey, dat is lang geleden zeg. Met wie zijn jullie hier? Ik ben Koni en dit zijn Crystal, Shanna en Dreamy. Willen jullie een beetje dino-soep? Daar word je warm van. Alhoewel het hier de laatste tijd niet echt koud is. Het ruikt heerlijk. Ja. Yeah. Het ruikt heerlijk, maar het smaakt zelfs nog beter. Verrukkelijk. Mag ik nog een beetje? Zei iemand dat we bezoek hadden? Hallo, welkom. Wauw, ze hebben krachten. Oh. Oh, dat was mijn welkomstcadeau. Dat geeft niks, geen zorgen. Sorry dat ik net zo snel wegging. Ik miste nog mijn tutu voor mijn speciale... welkomstdans voor jullie. Huh? Kom mee. De schaatsbaan is niet meer zo bevroren als zou moeten, maar hij is nog altijd superleuk. Hé, hey, dit gaat veel beter. Oh, wauw, wat is dit hier voor moois? Ik ben dol op schaatsen. Wow. Wow. Dit is me echt nog nooit gebeurd. Het komt vast omdat het ijs ontdooit. Er is daar een heel groot gat waar de kou naar buiten stroomt. Daarom zijn we hier. Hier begint het ijs te smelten, maar in onze wereld is alles juist bevroren. Geen zorgen, Sauru. Ze zijn hier om ons te helpen. Als er nog meer kou hier wegstroomt, zal onze hele wereld smelten. Laten we samen naar de prins en prinses gaan.
Zij weten alles en hebben echt overal ogen. De prins en de prinses? Waar zijn die? Daar, in het kasteel. Wauw! Oh, ik kan niet wachten om ze te ontmoeten. Zouden ze weten dat ik een bloempje plukte? Wauw! Waarom buigen ze voor die standbeelden? Geen idee. Waar zouden de prins en de prinses zijn? Welkom in Icy Wereld. Oh, Tina, Stella. Wat fijn om jullie weer terug te zien. En jullie ook. En ja, Koni. Wij weten alles hier. Oeps. We weten dat jullie hier zijn vanwege de kou dat uit het gat stroomt. Ja, en daarom is alles bevroren. Rustig. Stella? De kou van Icy Wereld stroomt door het gat en bevriest de andere werelden. En onze wereld zal smelten. Misschien zagen jullie een visioen, maar wij zijn bang en willen iets doen. Het grote gat is wat alles verpest. We weten niet hoe het dicht moet, maar we doen ons best. Er is alleen niet veel tijd meer. We moeten de kou tegenhouden. We zullen snel een oplossing moeten vinden of de balans tussen de werelden zal voor altijd verdwijnen. Zijn jullie er klaar voor? Ja! Wordt vervolgd.